Mensen zoals Jaime Vest zijn vaak het middelpunt van kritiek en haat. Vaak maken ze het hier zelf ook naar, en doen ze opmerkelijke dingen om relevant te blijven. Zoals men weet, is Jaime hier geen uitzondering in. Opnieuw heeft ze een bak aan kritiek gekregen, ze heeft namelijk een zeer aparte Instagram-post gedaan. Ze is op een strand te zien met haar achterbumper volledig in beeld. Uiteraard heeft ze na het plaatsen van dit Instagram-bericht kritiek ontvangen. Haar verleden vol verslavingen wordt hier ook in benoemd. Ze hebben op Ibiza hele gekke verboden middelen zo te zien, reageert iemand onder het bericht. Veel mensen snappen niet hoe waarom ze dit plaatst terwijl ze een moeder is. Zucht. Was zij dat die het moederschap zo zwaar vindt en huilend de nacht doorkomt? Met Nani? Ze zal best lief zijn, maar ze heeft wel de toneelschool gedaan. Eigenlijk is de hele boodschap van de mensen in de comments dat ze zichzelf moet gedragen en een goed voorbeeld moet zijn voor haar zoontje. Gedraag je. Wat wil je hiermee bereiken? Het zal niemand verbazen als mensen zoals Jaime Vest veelvuldig kritiek krijgen. Ook onder een gewoon bericht barst het van de comment. Meid eet, kom op. Veel te mager, de vist, ik zijn dikker van Iglo, kom op. Ik heb bramladage hier, berenbuttertje, patatje. Meid komt terug in het normale leven. Dit was zeker niet de enige opmerking over haar magere uiterlijk. Heb jij nou zo'n moeite om aan te komen of doe je dit expres? En er kan niet anders gezegd worden dan dat ze er inderdaad zeer mager uitziet. Ze kan in ieder geval niet meer alles afschuiven op haar ex-partner, Lil Kleine.